Hoi, Peter hier. Het is vandaag dinsdag 2 februari 2021. Er is zoals de laatste maanden veel aan de hand. Veel aan de hand. En de periode waar wij nu in zitten, dat noemen ze, dat wordt de Great Awakening genoemd. De Great Awakening, het grote ontwaken. Wij zijn als mens zijn wij eeuwenlang zijn wij behandeld als slaven en nog steeds. En dat is deels omdat wij daar kunnen wij weinig aan doen. Zeker in eerste instantie konden wij daar weinig aan doen, maar nu met alle nieuwe technologie, alle wetenschap die er is en alle mogelijkheden die wij hebben om zelf ook op onderzoek uit te gaan, is nu het tijd aangebroken dat wij ons kunnen bevrijden uit deze slavernij, als wij daarvoor kiezen. Nou, iedereen wil vrij zijn, dat is helder, dat is geen discussie, alleen niet iedereen is bereid de stappen te ondernemen die daarvoor nodig zijn. En op een gegeven moment is het besloten, door wie of wat dan ook, om te zeggen, well, luister, slaven, drijvers tot hier en niet verder. En nu is het klaar. En nu wordt het tijd om het volk los te laten. Zodat het volk, wij dus in dit geval, zichzelf kunnen ontwikkelen. En wij ook naar een hogere dimensie kunnen gaan. Of hoe je dat dan ook wil noemen. Naar een hogere bewustwording. Want nogmaals, wij zijn altijd klein, letterlijk klein gehouden. Geestelijk zijn we heel klein gehouden. Dus we moeten nu de kans krijgen om ons te ontwikkelen. Geestelijk en met name geestelijk te ontwikkelen. Maar doordat wij al die jaren lang vastgezeten hebben in een bepaalde, zeg maar een gevangenis, ze noemen dat ook wel een matrix, is het heel lastig voor mensen om daar uit te gaan. Je kent wel misschien de fotootjes die je misschien wel eens een keer gezien hebt van een olifant, die aan een heel klein draadje aan een stoel denk dat hij vastzit en dat hij niet verder kan. Terwijl die olifant die zou natuurlijk makkelijk die stoel weg kunnen trekken. Maar in zijn beeld zit hij, omdat hij aan een draadje zit, zit hij dus vast. Nou, en dat beeld, dat hebben heel veel mensen nu nog steeds. Er zijn wel steeds meer mensen die wakker worden. Die zijn er, gelukkig. Maar er is nog steeds een heleboel mensen die zijn nog niet wakker en willen ook niet wakker worden. Nou, de Great Awakening, noem maar een beweging wat ontstaan is. Dat is al een poosje ontstaan. Volgens mij, in mijn beleving, is dat in de jaren 60 al begonnen, hè, met de Flower Power. En toen hadden ze tijdperk van Aquarius, hè, van de Waterman. Alleen ja, waar die link zit, waren ze dus volgens mij 40 jaar te vroeg. Maar hey, ik ben geen astronoom, ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar toen is wel een beweging ingezet en die werd al heel snel de kop ingedrukt. Nou, vanaf dat moment zijn er een heleboel dingen gebeurd. Wat je nu wel kunt verklaren waarom dat er toen allemaal niet gelukt is. Nu zijn we in een ander tijdperk. En dat heeft met name te maken met alles wat we zien wat er in Amerika gebeurt. En een beweging die dan die ene letter van het alfabet heeft. En nogmaals, veel mensen zijn er tegen. Even vooropgesteld, ik ben geen cheerleader voor Trump. Ik heb het vaker gezegd. Ik ben geen cheerleader voor Trump. Ik ben geen cheerleader voor die ene letter van het alfabet. Ik ben geen cheerleader van Charlie Ward. Ik ben geen cheerleader van Simon Parks. Of ik ben geen cheerleader van welke galactische huppeldepup dan ook. Ik ben Peter. Ik heb een mening. En ik baseer mijn mening op heel veel dingen die ik onderzoek. En ik onderzoek op het internet. Ik kijk en ik luister en ik probeer mezelf mijn eigen mening te vormen, hoe moeilijk dat ook is soms. Want mijn mening wijkt echt af van een heleboel, van de mening van een heleboel andere mensen. Maar dan ook een heleboel, zelfs de meningen, wijkt soms zelfs af van de mening van de mensen die misschien in dezelfde stroming zitten als ik. Dus, dat wil ik gezegd hebben. Maar het is wel zo dat, met name Trump en die ene letter, dingen wel in een versneld tempo hebben uitgerold. De Great Awakening is nodig om mensen bewust te worden van het feit dat zij dus eigenlijk slaaf zijn geweest hun hele leven. En al eeuwenlang mensen een slaaf zijn. Daar moeten wij uit, alleen daar is een bepaalde bewustwording voor nodig.
Onze slavenmeesters, de slavendrijvers, slavenhandelaren, doen er alles aan om dat te voorkomen. We zien het bijvoorbeeld, het laatste huzarenstukje wat ze hebben uitgehaald bij ons, is die hele pandemie waar we nu in zitten. Vanavond is er weer een persconferentie, begrijp ik, en we krijgen er weer 3 weken avondklok bij, of lockdown bij. Als mensen nou eens even goed nagedenken van, luister, we zitten al bijna een jaar in een lockdown. Een jaar voor een virus waarvan, als we de cijfers bekijken, een virus die niet dodelijker is dan een griepvirus. En ja, er gaan mensen dood aan een griep. Maar dat is ieder jaar zo. Ja, er liggen misschien meer mensen in het ziekenhuis. Dat valt nog even te betwijfelen. Maar stel dat zo is. Ja, dat is elk jaar zo. De laatste jaren, kijk de krantenkoppen maar na. En dat is ook het mooie van het internet. Voor degene die het wil zien, die kan het opzoeken. Kijk de krantenkoppen maar na. Ieder jaar is het hetzelfde. Als het griepseizoen is, liggen de ziekenhuizen vol. Als het griepseizoen is, dan klagen de ziekenhuizen steen en been. Want ze hebben niet genoeg capaciteit. Het is ieder jaar hetzelfde de laatste jaren. Maar wat heeft de overheid gedaan? Ieder jaar wordt er meer en meer bezuinigd. Ieder jaar gaan er ziekenhuizen dicht. Ieder jaar gaan er IC-bedden naar beneden. Capaciteit gaat naar beneden. Dus het is op een gegeven moment wat echt een inkoppertje om te zeggen, ja, we liggen vol en dus moeten we maatregelen nemen. En terwijl bijvoorbeeld het afgelopen jaar ook aan de capaciteit van IC-bed had gewerkt kunnen worden en aan de capaciteit van verplegend personeel. Ja, maar we kunnen ze niet vinden. Nou, er zijn er plenty die wel weer aan het werk willen voor onder normale omstandigheden en normale betalingen. Die zijn er plenty. Plenty. Het is gelul van de bovenste plank. Maar goed. We zitten nog steeds met z'n allen in die lockdown. En we gaan er weer een paar weken bij krijgen. Wanneer worden mensen wakker? Wanneer worden mensen echt wakker? Denken van, ja, maar hallo, maar waar gaat dit over? Gaat dit nog wel over een griep? Gaat dit nog wel over COVID-19? Waar gaat dit over? Gaan de mensen niet langzamerhand eens nadenken van, luister, is er misschien iets anders aan de hand? Nou, ik persoonlijk denk van niet. Ik denk dat er veel iets ergers nodig is om mensen wakker te maken. In die Great Awakening hebben we het ook altijd over, niet altijd, maar sommige mensen hebben het over die drops en die Q-drops en nou, die zijn al begonnen vanaf 2017 volgens mij. En ik heb daar geen verstand van. Ik praat met mensen die er wel verstand van hebben, ik heb daar geen verstand van. Kijk, als er staat een Q-drop Twitter removal, dat Trump niet meer op Twitter zit en dan zie ik die drop en ik zie dat Trump niet meer op Twitter zit, hey, die durf ik ook wel te delen. Dus nogmaals, dat snapt iedereen. Maar wat er iets in, wat in die Q-drop staat, is ook scare event. Necessary scare event. Dus iets moet er gebeuren waardoor de mensen massaal wereldwijd wakker worden. Er wordt gesproken over een nucleair event. De Three Gorges Dam, dat is die dam daar in China. En als die breekt, dan breekt daar de pleuris uit, uiteraard. Dat zal een enorm gebied onder water zetten. Dat soort dingen. Massa-arrestaties wordt er over gesproken. En nogmaals, ik laat alles op mij inwerken. En ik denk van, luister. Stel, er komt een nucleaire dreiging. DEFCON 1 komt er. Alarmen gaan af. Wat gebeurt er dan? De mensen gaan in huis en die worden alleen maar bang. Die worden niet wakker, die worden niet bang. Die gaan in de angst. Die gaan super in de angst. En dat is dan ook nog weer een angst waarbij ze dus helemaal niets meer doen en verlamd raken. Want er gebeurt misschien iets, we zien iets op televisie. Op televisie zal het misschien groot uitgespeeld worden. Ik denk niet dat mensen daar wakker van worden. Massa-arrestaties waar wij, mensen die wel wat wakker al langer bezig zijn, bewuster zijn, massa-arrestaties gaat niet mensen wakker maken. Stel dat vandaag wordt een Rutte opgepakt en een Hugo de Jonge. En dan? Dan is er een groep mensen die yes, 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 iedereen is blij. Maar er is een hele groep mensen die snapt er helemaal niks van. Waarom wordt Hugo de Jonge en waarom wordt een Mark Rutte opgepakt? Er verandert namelijk, dan en nog steeds verandert er niets of veel te weinig. Mijn mening.
Die dam in China, nou ja, dat is zo ver weg, daar hebben wij sowieso geen weet van. Dus ook dat zal voor Nederland geen impact hebben. Wat zal wel impact hebben? De beurscrash waar ze het over hebben. Als er een beurscrash komt, dan dat heeft niet de impact dat mensen wakker worden. Dat is niet zo, want in 2008 hebben we ook een gigabeurscrash gehad. En ik kan het weten, want ik zat er middenin. Ik werd wel wakker toen. Dat was mijn awakening. Alleen, en dat kwam omdat ik zelf handelde op de beurs. Maar de meeste mensen handelen niet op de beurs, hebben niet eens geld daarvoor. En dus is dat allemaal jeuken. Pas een jaar later, dat zijpelt, zo'n crash, dat zijpelt na. Pas een jaar later, nadat mensen ontslag kregen bijvoorbeeld, of een hypotheek niet meer konden betalen, ja, dan pas zijpelt dat door. Maar dan zijn we weer een jaar verder. Wat moet er gebeuren in mijn beleving om iedereen in één klap heel erg wakker te krijgen? Dat is een beurscrash, want die zit er sowieso aan te komen, linksom of rechtsom. In combinatie met het feit dat heel veel mensen erachter komen dat hun pensioen weg is. Weg, gewoon weg. En mensen die een pensioen hebben, krijgen geen geld meer. Dat is één ding, dan zal alsnog een deel van de bevolking zeggen, oeh, dat is niet zo mooi, maar gelukkig, ik ben nog maar 20 of 25 en daar heb ik nog de rest van mijn leven om pensioen op te bouwen. Dus dat is één ding. Het andere deel is, dat dus niet alleen het pensioen weg is, maar dat mensen erachter komen dat al hun geld op de bank weg is. Want blijkbaar, dat hebben we afgelopen jaar gezien, kan je gezondheid je gestolen worden. Want de meeste mensen lopen nog steeds met een mondmasker op, waarvan bewezen is dat dat niet goed is. Mensen zijn bereid nog steeds om een vaccin te nemen waarvan het heel dubieus is wat de werking daarvan is. Dus je gezondheid kan je blijkbaar gestolen worden. Je vrijheid, jij bent ook best bereid om vrijheid in te leven. De meeste mensen zijn best bereid, want we gaan nog steeds met z'n allen in die lockdown. Maar wat zou er gebeuren als je geld weg is? Als alles weg is? Ik denk, maar dat denk ik, dat dat nodig is om iedereen per direct en onmiddellijk heel erg wakker te schudden. Want dan is iedereen schiet eerst in de angst en dan komt er een boosheid van waar is mijn geld en nu en wat gaan we doen. Dus, we hebben twee plannen. Hè? New World Order hebben we een plan. Nou, dat is ook een plan van de New World Order trouwens. Hè? Vergis je niet iedereen alles kwijtraakt. Jij bent alles, jij zult niks bezitten en jij zult daar blij om zijn. Dat is een slogan van de New World Order. Dus die komt eraan. En aan de andere kant hebben wij het plan van zeg het maar, noem het maar Trump. En dat is het andere plan. En dat heet dan bijvoorbeeld Nazara Gazara. Dus in beide plannen uiteindelijk worden we wel gered. Maar er moet iets gebeuren waardoor mensen wakker worden. Ik denk. Ik hoop dat ik het mis heb. Maar ik denk dat een totale collapse van het financiële stelsel. Waarbij iedereen erachter komt van fuck. Ik heb niks meer. En er komt volgende maand geen geld meer op mijn rekening. Het is weg. Het is foetsie. Dat nodig is om wakker te worden. We gaan het zien. We gaan het zien. Er zijn veel dingen gaande. Ik hou alles in de gaten. Ik probeer vandaag of morgen even een interview te doen samen met Danielle. Maar we moeten even sommige dingen even op een rijtje hebben. Maar deze wilde ik even delen. Niet om mensen bang te maken, maar om mensen bewust te maken van wat er aan de hand is. Want in het tempo zoals het nu gaat, worden we met z'n allen niet wakker. Maar dat denk ik. Luister, ik ben Peter, ik heb een mening en ik durf wel te zeggen. Hoi, hoi.